Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij in de gloed een nieuwe aflevering van de Pokémon Black and White 2 Avatar Lock. In de vorige aflevering ben ik 50% van mijn Pokémon kwijtgeraakt. Yo, dus, 50%? Ja. Dat is veeling. Dat is zeker veeling. En daar ben ik ook goed in veeling. Dat was dubbel op, hè? Want als je dus falen hebt, dat is in het Engels fail. En dan, ja, dat is in het versimpeld Engels. En in het goed Engels is het dus failing. Ja, maar het is ook de Engels van, als je het Nederlands woord fail hebt, dan is het in het Engels natuurlijk failing. Dus ja, dat is dubbel op failing. Weet je wat het ook is? Vermoeiing. Laatst zei iemand dat is ook tegen mij. Toen zei ik eens voor de grap, dat hoor ik vaker met jou in gedachten, zeg maar. Ja. Dat is best uniek. Nee, dat is niet uniek. Okay. Ik denk altijd. Nee. Ik maak hoe dan ook. Dat was sowieso awkward, hoe ik het ook zei. Oké. Maar dat maakt niet uit. Nee, wat was ik aan het zeggen? Oh ja, laatst zei ook iemand dat. Van vermoeiend. En toen zei ik, oh, dat hoor ik vaak. En toen zegt ze van, wat? Wat? Nee. Het ja. Is, iemand noemt, maar heb ik niet geheeld. Daar is op zich niet erg. Nou kijk, hij was wel aangenaam. Hij zei, nee. Jij bent niet vermoeiend. En toen werd ik dus wakker. Nee. Ik wou net zeggen. Toen zette jij je switch uit. Oh nee, dat moet ik niet doen, want dan lijkt het niet meer echt. Ja jongens, ik ben zo de hele aflevering. Moet ik ga het niet uitzetten. Nou ja, dat weet ik niet. Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel mooi. Het is mooier dan. Zeg maar, het is mooier dan, zeg maar. Het is mooier dan, zeg maar, dit. Dus dan doen we het. Zo. Oh, dan moet ik wel. Ja, zo. Zo werkt het. Oké. Okay. Jij snapt er nu echt helemaal niks van. Nee, je bent lastig te volgen. Nee, voor de kijkertjes niet. Oké. Okay. I'm loving it, man. I'm loving it. Jij bent zeker van McDonald's. Ba-da-ba-ba-bam. Ken ik wel. Van die McDonald's heen. McDonald's heen. Ja, dat is in het Engels. Net zoals dat Ola heeft, zeg maar, overal een andere naam. Yeah. Zo heeft maar McDonald's. Heb je TikTok ook tegen, of niet? Wat? Ik kwam daar gisteren een TikTok over tegen. Over van zijn pijntje heen? Nee. Toevallig? Nee, ik wist het van zijn pijntje heen. Net als dat in Engeland hebben ze voor heel veel dingen andere namen. Zoals Unilever. Nee. Nee. Dat denk ik niet. Nee, maar. Bijvoorbeeld Lays is Walkers. Eel? Ja. En, maar oké. Okay. Axe van de deodorant, zeg maar. Is, oh, die ken ik. Is Links. Yo, eindelijk. We do be. We did it. Arjan Lubach en Tim Hofman zouden trots op ons. Zij is niet de gymleader? Nee, zij is geen gymleadering. Maar dit is die electric type. Ik ben in de warring. Yo, ben ik toevallig in de oorlog? Want ik ben in de war. Jij bent een grappige meneering. Oh ja, je zien dat niet. Wacht even. Sander, nu gaat het snel weer terug. Vindt het gek dat hij zo ver achter loopt. Nee, maar dit was belangrijk, anders zien ze het niet. Maar hoe, waar, hè? Maar, hè? Is dit het? Dit is een musical. Echt, wat heeft deze game met... Yo, laten we de kutdingen instoppen. We doen een Pokestar Studios. We doen ook een musical, want dat is nog kutter dan Pokestar Studios, zeg maar. Dat... Nee, kutter dan Pokestar Studios. Films. Nu. Nee, oké. Okay. Laat ik het anders zeggen. Yo, films is leuker. Dus laten we er nog iets kutters in doen dan veel. Wat? Select de Pokémon? Nee. Ik weet niet waar ik hem voor select. En voor releasing. Ja, waarvoor? Godverdomme. Time to play dress up. Nee.
Nee. Nou, dit heb ik niet hoeven doen. Nee. Dit komt omdat ik niet weet waar de jamming is. Yo, deze is wel hot zo, met die kleding. What the freak. Yo, hey, het ziet er perfect uit. Dat kan bij de musical. Nou, alsjeblieft niet. Musicals, not poggers. Sander Rings, nog minder poggering. Nee, dat is een grapje. Dat is een grapje, Sander Ring. Zal ik vertellen waar je naartoe moet? In het gebouw, nee. Deze. Je moet gewoon weer hier rechts van, zeg maar, bij het pretpark. Waar je net was, daar is als het goed is, de gym is daarnaast. Bij het pretpark. Oh, ja. Pretpark. Echt, ik ben echt zo blij dat ze tegenwoordig zo'n marker hebben van... Yo, ga alsjeblieft hier naartoe. Echt, ondertussen echt ben je wel nu. Bang dat je aan je hand wordt meegenomen. Of boos dat je aan je hand wordt meegenomen. Wanneer heb ik daar ooit over gezeurd? Okay. Volgens mij ben misschien ik ben een van... Ene, ja, je bent een van de enige ik ben die dat niet de enigste Pokémon trainer die zegt... Yo, dat hoeft niet hoor. Ik vind het wel goed zo. Maar nee hoor, gaat niet al je hand. Je moet niet naar rechts. Nee. Je moet niet naar rechts. In de pretpark. Ja. Dit is de pretpark. Ja, en dan rechts naast dat huisje. Nog verder naar rechts. Hier is het. Yo, waarom zo ver? Gaan we ook nog zeuren omdat de gym te ver is? Ben je zo'n luie boy? Ja, kijk, weet je, dit is dus waarom ik zo'n Rotom phone dex nodig heb. Dan heb je de phone of de dex nodig? Beide. De Rotom phone was echt dikke shit aan het gooien naar de Rotom dex toen ze naar Lola waren. Echt zo, meer kan hij niet. Ja, dat is wel ziek. Zou ik ook doen als ik een Rotom dex was. Dit gaat er heel raar uitzien op beeld. Dat klopt, ja. Ik vind het wel raar uitzien. Ik ga dood. Alweer? Geen you dood. Go dood. Ik wou dat ik dood was. You don't dat go ik niet dood for the first time. Als je dood gaat, doe je dat vaak wel voor de eerste keer. Of je bent een kat. Miauw. Dat was niet goed. Miauw. Dat bedoelde ik. Of je bent Ash, die ging ook dood. In zo'n beetje elke Pokémon film. Ja. Nee, eentje niet, want daar werd gered door Charizard. Of, zoals ze dat in het Japans zeggen, Lizardon. Pokémon Black 2 en de White 2. Oh, ja. Ik wil net boos worden. Change your bimbo. Wat ik wel grappig vind, is trouwens dat Miauw in het Japans zegt hij achter elke zin in de ondertiteling in ieder geval. Miauw. Vind ik funny. Okay. Oh, dat is super effective. Hoe moet ik deze guy ooit verslaan? Volgens mij ga ik... Met Virizion een fight aanval. Maar hij is Buk. Ja, Buk is slap. Bucking? Volgens mij heb ik dus... ooit ook gezegd, yo, Bug-types zijn echt slecht late game. En toen zei jij helemaal zo van, nee, dat is niet waar. Nee, late game zijn ze relatief slecht, ja. Bug-types zijn ook slecht. En toen wat jij was zo van, dat wow, kun je niet zeggen. Bug-types zijn Bug-types. Dat is echt onaardig. Hoezo zijn Bug-types... Sistro is echt geen slechte Pokémon, hoor. Je zegt het net zelf. Het is een Bug-type. Nee. Bug-types is fuck, maar hij is ook Steel-type en die is gewoon sterk, hoor. Ah. Alleen, daarom denk ik dat je met je Virizion hem easy kan winnen. En, wie heeft er weer gelijk? Kijk maar eens op het scherm. Ja, critical hit dood. Oh. Ah, even je kop houden, alsjeblieft. God, jezus. Dat was bijna echt zo ook. Dat vond ik wel grappig. Als dat ging TikTok weer, dan dacht ik er niet meer van. Maar wat moet ik nu? Shelmet. Dat is echt een kut Pokémon. Als in, qua strength bedoel ik. Niet als, ja, qua Pokémon ook hoor. Het is een Gen 5 Pokémon, dus. Wat een haat naar Gen 5. Ja, oké, ik snap het wel. Oké, ja, hier ging ik je al bijna even stoppen van. Oké, mag dat niet? Als dat niet mag, dan mag je op niks haten. Dan moet je gewoon zelf zeggen, yo. Nee, laat ik dat niet zeggen, want... Dat was zo'n mening. En meningen zijn we niet van. Mensen do not liking the meaning als een and the remaining ending.
klopt, ja. Dus nou, liever mijn kop. In mijn eigen video had ik het gewoon gezegd, maar ik denk, ik spaar niemand. Dank je. My Lenny. Dank je wel, Lenny. Oh ja, ik doe allemaal dingen en dan denk ik, oh ja, dat zien jullie niet, want ik ben deze guy. Oké. Okay. Ik ben vanaf nu... Je hebt jezelf nu... gewoon vervangen door met een plaatje, of niet? Ik ben vanaf nu gewoon weer mezelf. Nou, nee, ik heb mezelf niet vervangen met een plaatje. Mag ik even zeggen dat deze... hoe heet de beest? Ik weet niet eens... Linoon? Nee, die ik heb. Linoon? Die is fucking slecht. Die is echt slecht aanvallen. Oh. Zo, als je dat maar even weet. Oké. Okay. Weet je waar ik ook trouwens echt hype voor ben? Nog niet. Oké. Okay. Assassin's Creed 24? Nee. To be honest. Nou, op zich, ze gingen wel... Ja, daar kun je het ook wel over hebben. Laatst was het Ubisoft ding voor ons. Dat was voor ons redelijk recent. Echt vorige week of zo. Maar ze zeiden wel dat ze terug gingen. Maar ik weet niet hoe ver terug. Kijk, als ze weer die RPG-stijl aan gaan nemen. I don't know. Die voel ik gewoon wat minder. Ja. Oké. Okay. Maar dit snapt Milan allemaal niet. Want Milan heeft die games nooit gespeeld. Of wel? Nee. Nee, dat dacht ik al. Maar waar ben je nou uit voor? Want je hebt nog oh ja, ja. Nou, dat is leuk dat je dat vraagt, maar... Oh, ik moet heel nodig naar de zee. Dus ik ga even naar de wc. Nee. Nee. Voor die Avatar movie, Hinks. Maar dat duurt echt nog tearing lang. Tearing lang? Dat is lang. Oh, tearing. Welke ja, kwam eerst? Kiyoshi, hè? Ja, volgens mij wel. Vrees dat ik... Maar er is toch ook weer weer iets nieuws ook geannounced dat ze iets met de oude gang gaan doen als ze ouder zijn, zeg maar. Dan weet jij meer dan ik. Komt. Dat heb ik gelezen ook ergens. Waar? Nou, ik heb de bel gezwaaid en er gebeurt niks. Ben ik daar van naar boven gelopen? Dat is echt kut als je de games niet kent. Sorry, ik werd eventjes afgeleid. Maar... Ja, er begon iemand tegen me te praten, dus ik werd eventjes afgeleid. Je kat begon niet tegen te praten met jou? Nee. Iemand anders. Wie dan? Nee, mijn kat was. Maar... Er is dus een nieuwe avatar. Waar had je dat gezien? Ja, al een hele tijdje geleden op het internet ergens. Ik zal het straks wel even opzoeken voor je. Ja. Ik heb wel ook geruchten gezien van een Avatar game. Maar daar is nog helemaal niks van bekend. Mm. Dus mensen zijn er een beetje sceptisch voor. Maar je kunt hem wel op Amazon bestellen. Dus dat is dan wel weer een beetje. Het was wel van een game studio die heeft vaker... Is een keer een game uitgebracht dat er gewoon nul budget naar marketing is gegaan. En gewoon alleen die game gemaakt en bam, hij is er. Dus het zou kunnen... Maar mensen zijn een beetje... ik weet... Dat had flink fout kunnen gaan. Nee, mensen zijn een beetje dat ze zetten van... Ja, ze twijfelen een beetje van... Het zou echt kunnen zijn, ja, maar... Het zou ook heel goed niet echt kunnen zijn. Het is een beetje raar dat we er nog niks van weten. Oké. Okay. Maar, ja. Ik weet niet. Maar dat ging meer over de White Lotus. En als ze dan... Wat ze deden naast de gang. Dus dat speelt tijdens de oorlog af. Alleen dan... Ja, de White Lotus. En wat ze dan doen als ze niet zeggen... Yo, Arn, ik ga je water sturen leren. Of yo, Sokka, weet je nog zo'n zwaard? Hoe je die moet gebruiken toevallig? Of... is dat yo, ik ben een complete gek en ik zit vast. Ja, die. Die alleen in die aflevering gebruikt. En in het einde om... weg te gooien. Leuk. Ja. Waarom? Elke keer denk ik, als ik straks ga healen, neem even zo'n superpootje mee. Elke keer doe ik het ook gewoon niet. Nu snap ik waarom ik achterloop.
Ja, ik ook. Ik snap het ook. Kutzooi. Maar, ja. Nou, ik moest ook ik was ook later opnieuw begonnen dan dat jij begonnen was. Opnieuw. Dat klopt. Volgens mij. Dat klopt, ding. Nou, ik loop wel heel veel achter. Dat klopt ook. Ja, ik wil dat ook niet. Gym leader, boy. Oh, dan zegt hij niet, dat klopt ook, hoor. Nee, dan sorry, is het... Ja, jij wil dat, ja. Nee, dat is ook niet zo. Oh, die charge cave, daar kom ik nooit uit. Ja, maar Sandering, ik weet niet waar ik naartoe moet. Wat een kutspel is dit. Dat, eens. Ik kan quick attack, maar het kan ook fout gaan. Waar is Rotom als je hem nodig hebt? Ash! Als hij nu nog een Pokémon heeft, ben ik fucked. Of ik switch gewoon, dat kan ook. Oké, okay, misschien moet ik trainen, maar dan duurt het weer zo lang. Want ik ben underleveling. Maar Sandring, waarom ben je dan ook underleveling? Weet ik het, ze zijn ineens allemaal tering hoog. Ken je dat? Sinds je dat is een Engels woord. Ja, dat ken ik. Woord. Die je leent. Nu uit het Engels. Naar top of the tower. Oh, kut, sorry. The top of the towering. Hier zitten ook nog... Het is ook nog extra dom dat hier gewoon de Pokémart zit gewoon in de Poke Center, zeg maar. Dat klopt, ja. Dus je loopt ook nog langs en dan toch denk je... Hé, hey, laat ik dit negeren. Ja, nee, dat is een goed plan, man. Ja. Zo ben jij. Ik ben ook wel een goed plan, dankjewel. Nee, ik bedoel het niet, maar als je dat wil, mag ook. Het zou wel sad zijn als je niet bij de Midnight Release kan zijn, Sander, als ze die gaan doen. Ik zou het ook sad vinden. Maar dan zou je dus echt na school, zeg maar, komen. Dus ja, vrijdagavond. Als ik er dan ben, dan zou het zo 7 uur kunnen zijn. Moest je vandaag eigenlijk niet naar school? Nee. Jij ja, was vrij? Vrij, ja. Lekker, hè? Ik heb niks nuttigs gedaan. Ik ergerde me echt kapot aan mezelf. Ik heb dus, nou ja, Journeys uitgekeken voor zover het te kijken is dan. Mm-hmm. Ik heb 1 aflevering Kaizo'tje gezien. Wanneer komen de afleveringen dan, zeg maar, online? Ja, ik had even gekeken en op Bulbapedia staat dus dat vorige aflevering kwam op een vrijdag. Is op vrijdag geërd. Dus ik verwacht dat deze vrijdag dat ik verder kan kijken. Okay. Maar het zou ook zaterdag kunnen zijn. Ja. Nou ja, ik heb dus voor mijn gevoel niet zoveel gedaan. En daar baal ik altijd van als dat gebeurt. Ik denk, jezus, Sander. Mag je soms een keer lekker vrijgeven? Heb je niks nuttigs te doen of zo? En ja, dat heb ik wel, maar dat doe ik gewoon. Je bent zo'n bad boy. What you gonna do? Was ik dan maar. De meeste bad boys hebben ook chickies. Dat klopt, ja. Kan ik niet zeggen. Die zijn chicky masters. Hm. Hey, maar Starly... Since you've been gone. Dat deed hij. Viking Teening? Dat is zo'n Noor. Of Deen. Of Finn. Omdat of verzoeking is? Of zweet. Ja, Viking Teening. Eng. Ja. Wat? Dat doet helemaal niks. Is Watergun zo slecht in deze game? Watergun is toch op zich slecht? Blijkbaar. Mensen gebruiken toch meestal Bubble Beam? Ik niet, maar blijkbaar doe ik iets fout in mijn leven. Ik kan best hoor dat het handig is. Yo, Zuko rang de bel. Ik hoorde dus laatst... Of, ik zat laatst een video te kijken. En die video ging dus uitleggen waarom Toph wel een character arc heeft. Toen dacht ik, maar dat is toch fucking logisch? Dat is toch fucking duidelijk? Ja. Dus nu heb ik de vraag aan jou. Wat vind jij dat Toph's character arc is? En dat is sowieso de character arc die het is. Want dat is fucking duidelijk.
Nu geef je me wel moeilijke vragen, maar ik ga proberen te beantwoorden. Ja, want ze heeft zeker een character arc. Ze heeft de grootste. Nee, dat is niet waar. Zuko heeft de grootste. Nee, dat was kutte. Maar. Nee, nou ja, ze. Ze heeft op zich best wel. Ze is eigenlijk een dochter van iemand met heel veel power, zeg maar. En macht. Alleen zelfs wordt ze een beetje weggestopt omdat ze blind is. En daar heel erg door wordt beschermd van, oh, je mag niks spannends doen, zeg maar. Ja. En dan eigenlijk ontsnapt ze daaruit omdat ze eigenlijk wel gewoon de wereld wil verkennen. Ondanks dat ze blind is. Ja. En de Avatar wil helpen de wereld te redden. nou, dat een beetje. En, Mist alleen... Zij kan ook metal banden. Daar kunnen niet zo heel veel dingen. Dus zij is een beetje de beginner van metal benders, zeg maar. Ja, je mist één klein heel groot detail. Zeg maar... Tof, in het begin als ze bij het groep komt, dan heeft ze steeds ruzie met Katara, want Katara vindt ze moet helpen. En Tof vindt, ik kan maar wel voor mezelf zorgen. En ja. Dan komt ze Iroh tegen en Iroh doet ze van, yo, het is niet erg als je mensen laat helpen. Kijk maar naar Zuko, nou ja, hij zegt niet Zuko, maar wel. Mm-hmm. Kijk maar naar mijn neefje. Ondanks dat ze die dan nog niet kent. Maar. Mm-hmm. Nee, maar dat is wel zo, het is dat. En vervolgens in die ene aflevering met dat ze al die scams gaan doen. Ja. Dus dan vraagt ze aan het eind van die aflevering, vraagt ze die duif van Sokka, die dus dingen is, en dan vraagt ze aan Katara of zij haar wil helpen. En dat is ook character arc. Dat ze eerst niet eens wil helpen omdat ik kan mezelf er, en later vraagt ze er zelf om. Ja. En dat was ook waar die video om ging. Van dat is de grote character arc van onze girl Toph. Ja. Ik vind dat Sokka dan minder character arc. Ja, dat is ook niet helemaal waar. Die wil een Sokka is een fucking, fucking vrouw onvriendelijk persoon. En dan ineens wordt hij zo van, yo, Suki is chill. Vrouwen zijn eigenlijk wel chill. En dat snap ik. Ik snap je, Sokka. Je hebt helemaal gelijk. In de eerste instantie of tweede instantie? Nou, kijk, Suki zijn pixels, zeg maar. Maar vrouwen zijn wel chill gewoon, weet je. Okay. Vrouwen mogen er wel wezen, vind ik. Maar ja, Suki is pixels. Daar val ik in principe niet heel erg op. Maar, nou, hè, daar doelde ik ook niet op, maar never mind. Wat? Nou, jij zei van, Sokka was eerst een heel erg vrouw onvriendelijke persoon. Ja. En daarna niet zei leuk, je van... daarna zei, oh, vrouwen die zijn toch best wel chill. En toen zei ik tegen jou van, ben je dan eens met het eerste wat hij vond of het tweede wat hij vond? Oh, zo. Ik dacht omdat ik zei, toen ontmoette die Suki en toen dacht die vrouwen zijn wel chill. Ik dacht dat je refereerde naar Suki en vrouwen zijn chill. Nou, ik val niet op pixels, maar als je Gen 9 kijkt, al die vrouwen die gereleased zijn, zo nieuw, what the freak. Kabooming. Die zijn alleen maar hot, vooral die bad guy. Girl. Die is echt hot. Ik dacht dat zo'n fire type. Dat Pokémon character Opal was. Opal. Oh, dat automerk, ja. Nee. Wie is Opal? Wie is Opal, zegt hij. Hoor ik die te kennen? Het is een gym leader van de Glamwood Tangle. Oh, dat is die oude trut. Ja, van 88. Ja, die wordt altijd boos. Want als je dan zegt 88, dat zeg je toch niet tegen vrouw. En als je zegt 18, je mag niet liegen. Nee. Dan zegt ze van, oh, dat waardeer ik dat jullie dat zeggen. Echt. Die kan dan heb ik het verkeerd onthouden. Ik dacht dat ze altijd boos werd. Maar misschien komt dat omdat ik altijd... dacht, ik kies de goede optie. Maar, oh nee, gewoon dat niet. Gewoon overduidelijk. 88 is, maar dan wordt ze helemaal boost. Sander, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ik moet het opzoeken, want ik... Welkom in mijn leven. Jouw waarin leven je niet weet wat je moet doen. Ah, ik ga dood. Alweer? Nee. Nou, het scheelt niet veel dit keer. Maar ik heb ook geen... ding.
er tegen? Tegen deze guy. Wat moet ik hier nou tegen doen? Yo, wat? Stollen heeft water absorbed? Ja, want het stopt meteen natuurlijk. Best logisch. Nee. Oké, Sander. Ik moet nu een grappig verhaal vertellen. Vertel je Grab King verhaling. Ik weet dus niet wat ik moet doen, dus ik ga het even opzoeken. En ik doe zo, what to do, of nee, Pokémon Black 2, what to do. En toen vulde die zelf al aan after sixth gym. Dus heel veel mensen hebben daar moeite mee. Ik druk op de bovenste pagina, is zo'n poll. Staat er, luister hè. I just beat Skylar. Not sure if that's her name, but I have watched too much Breaking Bad. Yo, dit kan niet. Jij bent aan het trollen. Nee, het is Kyla, internetpersoon. Yeah. Niet dat die kijkt waarschijnlijk. Misschien wel. Before you do that, make sure. Hoe heet internetpersoon? Iemand reageert. Ja, je moet de zevende gym doen na de zesde gym. Dat zou echt zo'n. Zeg maar, kijk, op het internet zou ik dat niet doen, maar dat zou wel echt, al zou je mij dat vragen, zeg maar IRL, dan zou ik echt zeggen, ja, je moet naar de zevende gym, gozer. Maar ik voel die guy wel, ik vind hem een grappige guy. Zeg ik dan ook dat ik mijn eigen grappen indirect grappig vind? Dat weet ik. Ja. Jij bent zo'n narcist, Ray. Nou, dat, ja, als jij dat zegt, geloof ik je. Dat is altijd het goede idee, in mijn geloven. Head to the airport, maar Sander, ik ben al bij de airport. You are in by the airport. Moet je niet gewoon in het vliegtuig stappen? Dat gaat helaas niet. Oeh, hier staat een mevrouw die ik ken. Yo, daar staat Skylar. Oh, Sander, weet je wat ik moest doen? Tegen Skylar praten. Onder andere... Maar ik moest in het vliegtuig stappen. I said it! Ja! Ik wist dat wel. Ik wist helemaal niet dat je... Waarom gaan we nu met het vliegtuig weg dan? Omdat je nu naar die andere... Je gaat nu naar die nieuwe water gym en die andere gym. Oh, die is zo vet, die water gym, vind ik dan in ieder geval. En je gaat naar... Kots, mevrouw. Gods, oh nee, Iris is helemaal niet de achtste gym. Nee, dit is de champion. Ja, dat is nog erger. Nou. Ja, maar Iris in de anime is zo irritant. Dan zegt ze altijd wat over Ash, dat hij zo kinderachtig is. Wat ook zo is hoor, maar... Zij is gewoon hoef je niet de hele tijd te zeggen. Oh. Maar zij komt als goeds terug in Journeys, want ze zit in de intro. Intro, veel minder poggers dan intro van... Van de eerste Journeys. Ik weet even niet wat de tweede is. Ja, dan rijdt er zo'n auto. Ik weet nog niet waarom, maar waarschijnlijk gaan ze in een auto. En het van die Sonja girl. Oh, is dat Sonja girl auto? Dat zou best kunnen. Ja, want die rijdt zo heftig. Oh ja, inderdaad. Dus dat zal het wel zijn. Oeh, dat is jouw favoriete Pokémon. Oké, dit was de aflevering. Bedankt voor het kijken. Nou ja, dit was wel de aflevering. Bedankt voor het kijken. Vond je nou een leuke aflevering? I said it. Doe een duimpje omhoog. Vind je Sander nou een coole jongen? Dan lief je. En dan ga je naar zijn kanaal in de beschrijving. En ik vind het wel leuk dat we op één lijn liggen. Ik zei namelijk, snap ik niet. En jij zei, dan lieg je. Vind ik wel funny. Nou, joejoe. Doei.